van 4 jaar geleden is hij vandaag overleden. En vandaag ook de dierenarts gebeld, want ook is de dame in kwestie loops geworden vandaag. Ja, hallo lieve vrienden. Alsnog een hele, hele fijne middag en welkom bij een nieuwe vlog van Corine en de Beesterboel. Het is vandaag donderdag 25 februari. De dag die ik mij aan mijn man herdenk, want voor 4 jaar geleden is hij vandaag overleden. 'S Morgens om 6 uur, dus ja, ik zit meer met mijn hoofd bij, daarbij dan bij iets heel anders. Wel heb ik daarnet weer even een grens verlegd bij mezelf. En dat is met Alwin, met Rijka Deken, dan met mijn klein hondje, die heeft wel eerder in bedwang enzovoort. Maar nou met Alwin erbij weer een heel eind verder gelopen. Dus ik ben wel weer, maar dat dan gaat trots op mezelf. Ik ben heel eind weg geweest. Heel eind toch meer dan een uur weggebleven. Dus ja, dan weet je wel dat ik er al ruime tijd ook al wel uit ben. En vandaag ook de dierenarts gebeld, want ook is de dame in kwestie loops geworden vandaag. Dat ik kan 15 juni, zo uit mijn hoofd. Ik had een briefje, maar ja, die had ik. Wel best ergens, ik denk op de eettafel, of het zit toch in mijn vest, ja. Maar in ieder geval, dan moet ze. Nee, niet waar. Hangt op de koelkast. Is ook zo. Maar er zit weer eentje achter me. En dat is natuurlijk. Kan het ook anders. Meneer Kandolf. En dat gaat ook allemaal net. Ja, ik weet dat op de koelkast gaat hangen. Daar hangen ook al eens briefjes op. Wat heel belangrijk is. 15 juni. Om 10:45 moet ze nuchter bij de dierenarts zijn. Dus ja, het duurt nog wel even, maar dan weet je tenminste waar je aan toe bent. Ja. Hé? Ja. Nou, daar legt ze een pampjes. Ze houdt er ook heel goed schoon. Ik vind amper wat. Ik heb toevallig vanochtend druppeltjes bloed gevonden in het spoor wat zij loopt. Maar ze is heel schoon op zichzelf. Ze houdt alles keurig netjes schoon. Dus. Komt helemaal goed dan. Daar ben ik blij mee. Ja toch. En nou heb ik bijna mijn rug. En dan ga ik een bakje koffie zo meteen voor mezelf maken. En ik heb wel even wat lekkers verdiend. Nou ja, lekkers. Ik heb niks in huis. Maar ik heb zin in een broodje. Ik heb het al wel gegeten. Maar ik heb gewoon zin in weer een broodje. Nou, dan moet je eten. Ja, en dan ga ik kijken of Corrie thuis is. En met die babbelen. En met mijn zwager. Ja, ik kom later wel weer terug, maar in ieder geval. Ja, nogmaals welkom bij een nieuwe vlog. Die speciale. Ja, ik zit met mijn hoofd bij mijn mannetje. En dat moet kunnen. Ja, toch? Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Het is hier al grijs, grauw en triest. Echt een dag die erbij hoort. Maar het is wel lekker weer. Het is niet koud. Ik heb geen handschoenen aangehad, niks. Het is eerder gezegd warm. En dat voor tijd van het jaar. Het is bij de poort is het 14 graden. Dus ja. En het is nou 3 uur. Nou, ik vind het netjes. Ik ben 2:15 weggegaan. Ja, die klok die is nog achter, ook 5 minuten achter. Ja, op mijn horloge. Ik ga even dat ding aandoen. Ik heb het ook wel zo'n lekkere herrie, die computer. Ja. Moet je wel aandoen. Alleen nog het scherm aandoen, het helpt niet. Maar oké, lieve vrienden. Geniet. En tot later. Ja toch? Doei.